Goedemorgen. Ik zie al mensen binnenkomen. Even kijken, ik heb hem vastgezet bovenin. Mijn geluid even uit, is misschien wel net zo handig voor jullie. Zo, hoor je geen echo. Goedemorgen allemaal. Even kijken, beeld en geluid goed. Ik kan mezelf goed zien. Ik hoop dat jullie het ook allemaal goed kunnen zien. Oh, daar gaat mijn lijmpistool aan. Zo, ik heb mijn koffie aan de kant. Straks dan ligt het om en het is zonde. Ik had van de week al een kaartje gedeeld, maandag. En jullie weten, ik maak altijd een template en dat is dit kaartje. Ja, en die wilde ik jullie nu laten zien hoe je die gaat maken. Ik heb de paperpads weer gebruikt van de Festive Nostalgia. En ik heb daar kaartjes uitgehaald en dessinpapier. Even kijken of die allemaal nog in zit, want mijn blokje is al aardig gehavend. Ik denk niet eens. Ja, de vierkantjes zitten er nog wel in. Maar die ik gebruikt heb al niet meer. Even kijken nog. Ik had ook mijn eigen blokje nog. Even van begin af beginnen. Hier zitten dan mooie... Vellum zit erin. Dessinpapier zit erin. Knipplaatjes, die rondjes die zitten erin. En ik ga vandaag ook met zo'n rondje werken en ook met deze vierkantjes. Ik ga deze gebruiken en ik ga deze gebruiken. En ik pak even een andere kleur cardstock dan wat jullie hier zien. Ik heb namelijk deze kleur gepakt. Ik zal hem even laten zien. Dat is Sea Blue, heb ik gepakt, van Card Deco. Alle materialen staan gelinkt in de webshop. Ik vond dat wel eens een keer een mooie kleur. En dan gaan we eerst even beginnen met mijn kaartje te snijden en te rillen. Dat is denk ik wel mooi. Deze leg ik ook even aan de kant. Ik heb een stukje cardstock van 16 centimeter hoog en van 30,5 breed. Ik heb hem gewoon op de lengte gelaten. En dan 16 hoog. Ik heb hem een beetje aangepast op de plaatjes. Deze plaatjes die zijn iets meer dan 10 bij 10. Dus ik heb er een heel klein randje heb ik er afgesneden. Ik heb het al een beetje voorbewerkt met gesso. Ik denk, dan kan ik ook gelijk door. Dan hoeft het niet te drogen. En dan gaan we deze. Dan ga ik rillen op de lange kant, op de 30,5 kant. Die rill ik op 11 centimeter. De snijmes aan de kant. Rillen op 11 centimeter. En dan doe ik aan de andere kant ook 11 centimeter. Daar ril ik hem op. En dan leg ik hem op 11 op 5,5. En dan ril ik 2,5 centimeter. Dus ik leg hem hier op 2,5. Kunnen jullie dat goed zien? Moet ik iets naar boven? Een beetje schuin. Dus voor mij niet fijn. Iets naar boven. Op 2,5 leg ik hem hier. Moet hij wel op 5,5 blijven liggen. Op 2,5. En dan ril ik hem naar beneden. Dus ik ril maar een klein stukje. Dan ga ik aan deze kant ook doen. Dan leg ik hem weer andersom. Dan leg ik hem aan de linkerkant op 2,5.
En dan, nee, dat doe ik niet goed. Ik moet hem op 5,5 leggen. Ik leg hem gelijk met deze. En dan leg ik hem hier op 2,5. Dus ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, maar ik heb aan dit stukje 2,5 gerild en aan deze kant. En dat doe ik aan de andere kant ook. Leg ik hem weer op 5,5. En dan ril ik 2,5 centimeter weer naar het uiteinde van de kaart. En dan draai ik hem om. En dan doe ik het aan de andere kant precies hetzelfde. Leg ik deze weer in een gleufje, dat ik hem goed kan rillen. En dan doe ik hem weer op 2,5 centimeter. Daar ril ik hem weer. Niet te zien, maar je begrijpt het wel, gelukkig. Nou, het zal je zo duidelijk worden dat we niet de hele lijn gaan rillen, want we gaan namelijk zo snijden. Dan leg ik hem weer in mijn machine. En dan leg ik hem op 2,5. Aan de linkerkant leg ik hem op 2,5. En dan moet ik snijden tussen de rillijnen. En dan natuurlijk ook vanaf de 5,5. Naar de 11. Daar snijd ik hem naartoe. Ja, dan ga ik deze lijn snijden. Dan leg ik de 11 centimeter lijn leg ik hier neer. En dan begin ik hier ook vanaf 2,5. Naar boven. Naar die andere lijn. En dan leg ik hem. Eigenlijk moet je hem dan even op de kop leggen. Hè? Leg ik hem hier op 2,5. En dan ook hier weer vanaf 5,5. Naar boven. En dan is die er door. Hij is er net niet door, denk ik. Ja. Kijk, en dan krijg je dit gedeelte. Dat ga ik ook aan de andere kant doen. Dus dan laat ik het nog een keer zien. Dan leg ik hem weer op 2,5 aan de linkerkant. En dan mijn snijmesje vanaf 5,5 naar 11. Dus tussen de twee vouwlijnen, de twee rillijnen, ga je snijden. Kan ik aan deze kant ook doen. Leg ik hem ook op 2,5. En dan ga ik hier ook van 11. Na 5,5. Hier aan de zijkant van dat snijmesje heb je gleufje zitten. Kun je precies zien tot waar je kan snijden. En dan leg ik hem hier weer op 11. Dus weer op die vouwlijn. En dan snijd ik hem ook weer tussen de twee lijnen in waar ik gesneden heb. En dan krijg ik ook weer dit. Dan kan deze aan de kant. Dan heb ik deze twee stukken. Dan pak ik een beet en dan vouw ik deze, maak ik een berg. Dan heb ik hier die snijlijntjes, kun je zien. En die kun je mooi met je vouwbeen eventjes wegpoetsen. En hier heb ik nog een vouwlijn en hier. Dan heb ik dit stuk, ja. Ja, dat is een heel leuk modelletje, ja. Ik had er een kerstkaart mee gemaakt met deze vouw ik dan weer bergvouw en dalvouw. Met rood en groen. Die hebben jullie vast al wel in de groep zien staan. Vanaf maandag staat hij in de groep. En ik wou nu laten zien dat ik ook met andere kleurtjes uit hetzelfde paperpad een heel andere kaart kunt maken. Dankjewel, Gerry. Dit is dan dus je kaartmodel. En dan die stukjes hier tussenin. Want ik had dus mijn kaartje. En ik heb een mat stukje, heb ik ivory. Die heb ik ook gelinkt, die kleur. Die leg ik hierop. En dan heb ik dit kaartje. Dat komt hierop. Zo heb ik hem gemat. Ja, dankjewel Loes. Dan heb ik een beetje sea blue. Zit ook in de plaatjes. Ik heb er wel een beetje rood bij gedaan. Omdat er ook wel wat rood in de plaatjes zit. Dat vond ik wel leuk. Even zien. Nou, ik kan deze wel vastplakken. Ik heb alles op mijn werkbeschrijving gelegd. Twee keer een matlaagje heb ik.
van 10,5 keer 10,5. Want deze stukjes die je nu uitgesneden hebt, dat is 11 bij 11. Dit is 11 en dit is 11. Daarom heb ik de kaart ook 16 gedaan. Dan heb je hier ook nog mooie vakjes om wat op te plakken. Dus deze komen hier. Andere kant, zo. En deze komt hier. En dan wil ik die hier hebben. En ik had deze. Even meer naar het midden zie ik. Die wil ik dan hier hebben. Dit ga ik vast plakken. Dus matlaagje 10,5, 10,5. En dan mijn plaatje is 10 keer 10. Ik heb een heel klein randje afgesneden. Kijk even wat het beste kan. Dankjewel, Emmy. En deze plak ik dan aan deze kant erop. En als je hem zo plakt, dan heb je ook niet die moeilijke hoeken, hè, van de kaart. Want dit is best natuurlijk wel een moeilijke hoek als je dat zo in één keer wilt plakken. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja, de kaart kan nog helemaal dicht. Ik zal het je zo laten zien. Ik zal even deze plakken. Je kan hem nog gewoon versturen. Kijk, deze die val je gewoon naar binnen. Hij komt er natuurlijk wel uit. Maar op zich, je kunt hem gewoon versturen. En dan kijk ik even. Dit is natuurlijk 16. Nou, als jij een envelop hebt van 17 keer 17, 16,5, dan kan hij er prima in. En dan deze. En deze kaartjes zitten dus ook allemaal in het paperpad. Ik zal het paperpad nog even weer erbij pakken. Even zien. Dat is deze. Hier zitten ze in. Dat is nummer MPP254. Heel mooi paperpad. Ik ga zo ook nog een ander plaatje gebruiken hier. En die komt er ook uit. Die heb je aan deze kant. Ik weet niet of ik die er nog in heb zitten. Ik heb hem al aardig gesloopt. Ja, die zit er ook nog in. Superleuk paperpad. Kun je heel veel kanten mee op. En ik vond het wel een keer leuk om jullie te laten zien dat je dan ook met een ander kleurtje kaartstok. Doe je ogen dicht. Even met een ander kleurtje kaartstok dat je daar dus ook gewoon een heel leuk kaartje mee kunt maken. Dat het echt niet met rood en groen allemaal hoeft. Even kijken. Dan had ik nog een stukje. Even zien of deze past. Denk het niet. Denk dat ik hem iets te groot heb. Ja. Eventjes meten. Dit is 8,5. Waarom past dat niet? Dan past mijn papiertje ook niet. Even meten hoor. 5,5. 11. 11. Ja. Even kijken, is mijn papiertje 30,5. Ja, mijn papiertje is ook 30,5. Dan heb ik deze gewoon verkeerd gesneden. Moet even een stukje af. Dit is 8,5. Dan moet hij op 8. Deze komt hier. Ik had wel de goede hoogte gedaan. En deze dan. 7,5. Zo. Plak ik deze eventjes. Oh, het is niet zo moeilijk om te bestellen hoor. Ik kan gewoon naar de webshop. Ja, het is echt allemaal leuk hè. Het is heel leuk en je kan echt heel veel kanten mee op.
En deze plak ik er ook even op. Deze heb ik nu gesneden op. Ik zal het zo even weer nameten. Ik had de maten opgeschreven, maar die klopt niet helemaal. 7,5. En dit papiertje komt ook uit Paperpad. Ik heb alle papiertjes gewoon uit het Paperpad. En dan heb ik hier die stukjes, die had ik al voorgesneden. Ik ga ze nog wel even allemaal opplakken, maar... Heb ik van 2 op 5. Dit is 5,5, dat klopt. En dit is 2,5, dat klopt ook. Het is ook allemaal uit hetzelfde papiertje. Dus dan één velletje en twee van die vierkante blokjes, zeg maar, vierkante plaatjes, heb je gewoon genoeg om zo'n kaartje te maken. Die plak ik hier. En dan komt dit er ook nog op. Kijk, en dat kleurt ook best mooi bij dat papier. Nee, het lijkt ook niet. Het is ook niet moeilijk hoor. Het lijkt niet moeilijk, maar het is ook niet moeilijk. Dan maak ik hier in het midden straks nog een schutgedeelte. Maar het ging mij er even om een modelletje. Maar dat je het ook even in een ander kleurtje kan zien. Die is niet helemaal naar mijn zin. Even overnieuw. Ja, je kan alle kanten op hoor met dit modelletje. Ik zag toevallig vanmorgen op Facebook nog dit modelletje voorbij komen. En daar hadden ze een mannenkaart mee gemaakt. Ook heel leuk. En dit plak ik ook aan de onderkant. Plak ik ook tussen de vouwlijntjes. Deze stukjes ook, die zijn dus 5 keer 2 centimeter. En die plak je hier dus gewoon even allemaal op. Deze. Die ik gemaakt had, die maandag dan online is gekomen. Die is wel meer naar de rode kant. Het is een mooie rode kaart. En dit dan, ja, groen-blauwig. Ik denk meer blauw. Want in het in de collectie zit ook dit stukje. Zo'n pakketje met die touwtjes en met die lintjes. Hemkoord zit erin en er zit lint in. Daar zie je echt zo'n blauwe. Maar ik zal je zo laten zien dat hij er verrassend goed bij past. Daar heb ik een strikje mee gemaakt. Ja, je kan ook teksten verwerken op het kleine stuk. Ja, op mijn andere kaart had ik stempeltjes gedaan. Er zitten ook hele mooie stempeltjes in deze collectie. Ik heb het nu even niet gedaan, omdat er wat drukke papier is. Dit heb ik tot zover klaar. Ik weet niet of er tot dusver nog vragen zijn. Uh,
Ik ga eerst even het middengedeelte doen. Deze die wil ik eigenlijk hierop hebben. Even zoeken. Dat is ook een mooie stans. Dat is deze. Ik weet niet of het glinstert. Dat jullie het kunnen zien. Dat is de CD902. Dat is ook een prachtige mouw. En er zitten ook twee van die... Ik kan het wel even uithalen. Er zitten ook twee van die ronde stansen bij. En dan heb ik met de kleinste, heb ik hier uitgestanst. Want daar kan dan mijn schutgedeelte kan daarin. En deze is van Marianne, die heb ik ook gelinkt. Kijk, die past er precies omheen. Als je die grote uitstanst, dan wordt die heel erg wijd. En deze past er mooi omheen. En dan heb ik nog een stukje glitterkarton over. En dan heb ik deze twee heb ik in elkaar gelegd. En dan heb ik dus dit randje heb ik hier uitgestanst. Er zit dan een klein steksteekje eraan. En deze komt er straks zo overheen. Hier zitten ook nog twee Moleculi paperclips in. Bij deze mouw. Die heb ik ook uitgestanst. Ook in dat blauwe. Dat sea blue. En ik heb... dit is geen kerstrood. Dat is een ander kleurtje. Oh, toch. Christmas red. Ja, die heb ik gebruikt. En dan wou ik zo dat rode even afknippen. En dan plak ik hem op die... andere. Of net andersom. Kijk ik zo nog even. En dan heb je hier ook nog een leuk standje. Die is ook heel leuk. Die kun je ook zo ergens achter stoppen. Of in hem achter schuiven. Maar je kunt hem ook in stukjes knippen. Dat je overal kleine stukjes gebruikt. Echt super leuk allemaal. Dan ga ik eerst eventjes... tape doen op mijn schut. Die is trouwens van Marianne. Even kijken of ik hem zo heb. Dat is deze. Even kijken. Ja. LR0046. Die past er goed in. Die is 8,5 centimeter. Die past er heel goed in. Die heb ik ook gelinkt. Even kijken, mijn tape. Dan heb ik mijn smalle tape natuurlijk beneden liggen. Toen was ik met iets anders bezig. Ik plak tape op de buitenkant en ik ga met de ronding mee. Ik doe altijd mijn hand in de tape. Ik leg mijn tape erop en ik druk het hoekje waar die rond gaat, druk ik gewoon plat. Dat doe ik op deze kant. En ik doe het straks ook op de andere kant. Dan kan hier straks mijn rondje op. En op de andere kant kan ik hem vastzetten. Druk hem even goed aan met mijn vouwbeen. Dan kan ik hem er straks ook wat beter afhalen. Als je dat rode tape goed aandrukt. Oh ja, hij blijft in de groep staan hoor. Dan kun je alles terugkijken. Hij komt ook nog wel op YouTube. En op de achterkant. Daar plak ik hem ook op. Want dan had ik natuurlijk mijn plaatje. Die komt erachter. Even een secuur werkje. Dat straks niet al mijn schutmateriaal eruit valt. Ik heb hier even mijn schutmateriaal in gedaan.
Het even wat bij elkaar gezocht. Ik had niet echt het kleurtje, het groene kleurtje. Maar deze kan er ook heel goed bij. En wil je wel hetzelfde kleurtje als schutmateriaal, dan kun je ook met de perforator even wat uitponzen. Dan heb je wat rondjes als schutmateriaal en dat gaat ook prima. Even kijken hoe ver ik ben. Oh, ik ben er al. Oh. Even zien. Oh, dat hier. Die leg ik even aan de kant. Dat zoek ik straks wel weer uit. En dan hier ook even weer goed overheen. Leg ik hem even op de kop. En dan deze komt hier straks op. Kijk, en dan past die ook mooi. Dus dan moet ik even peuteren om het eraf te krijgen. Goedemorgen, jammer nog binnenkomen. Deze pak ik er vast af. Dat is dan mijn binnenkant voor straks. En dan leg ik mijn schutmateriaal in. Ik heb er ook een paar rode in gedaan, niet al te veel. Zodat het rode nog wel even iets weer terugkomt. En dan deze leg ik er bovenop. Daarom doe ik straks pas mijn malletje erop, mijn stans. Dan kan ik hem even goed... Oh, zit daar veel in. Kun je het huisje niet meer zien. Kijk, dan zit hij mooi dicht. En dan ga ik even op mijn kaartje meten. Ik leg dit even andersom. Zo. Nu kan ik precies zien waar mijn malletje moet komen. Welke shaker is het? Die van Marianne Design. Even kijken. Hier heb ik hem. Deze. De LR0046 van Marianne Design. Die heb ik gebruikt. Die is 8,5 centimeter in de cirkel. En dan wil ik hem natuurlijk even kijken. Ietsje zo hebben dat hij deze een beetje in de midden. Ik denk dat hij niet aan deze kanten schuurt, maar ik wil hem ook iets omhoog hebben. Dus ik denk dat hij zo wel kan. Even kijken waar mijn huisje zit. Ja, even kijken. Zo. Doe ik hier lijm aan. En dat is het mooie van die stansjes. Die passen precies bij die malletjes. Even goed mikken. Zo. Dan komt mijn malletje. Die komt er dan zo overheen. Kijk, en dan komt hij hier precies langs. Hier zo daar. En daar gaat hij precies langs heen. En dan kan ik deze erop plakken. En als je hem goed aandrukt, dan maakt het niet uit aan wat voor kant. Of je dan je tape loshaalt. Deze leg ik erop. Even zien. Hoe wil ik hem hebben? En dan heb ik hier mijn rondje, die plak ik dan ook weer bovenop. Kijk, en dat past dan heel mooi. Past dat er zo omheen.
een beetje aandrukken. Nou, dankjewel Darleen. Kijk, en dan kun je je kaart nog steeds goed neerzetten. Hij komt er aan de achterkant wel buitenuit, maar ach. En je kunt nog steeds je kaart dicht doen en versturen. Dat past nog steeds. Ja, dank jullie wel. Neem een slok koude koffie hoor. Sorry. Even kijken. Ik had nog wat versierdingetjes. Ik had vorige week in de live had ik een poinsettia gemaakt. Deze grote had ik. Die vond ik hier wel mooi op. En dan wil ik een strikje onder doen. En ik liet jullie net dit al zien. Dat blauwe, dat steekt een beetje af. Maar als je hem uit de verpakking haalt en je maakt er een strikje van. Dan leg ik hem hier even onder, want hier wil ik hem hebben. Kijk, als ik hem dan zo doe. Kijk eens hoe mooi dat strikje het dan doet. Ja, die cirkel die valt zo wel weg, maar als je hem neerzet. Kijk, je zet hem neer. Kijk. Dan kun je je cirkel wel zien. Ik zal even mijn lijnpistool aanzetten. Kijk, dus dat is best wel een heel mooi kleurtje. Maar hier zit hij wat dicht op elkaar. Dan wordt hij wat blauw. Maar kijk eens. Die wil ik hier hebben. Deze ga ik niet gebruiken. Dit ga ik straks nog wel even gebruiken. En dan wou ik hier ook nog een poinsettia hebben. Die heb ik ook de vorige keer uitgestanst. Uit het vellum. Dat heb ik jullie laten zien. En ik heb ook nog iets uitgestanst uit wit glitter karton. En daar wil ik nog eventjes een poinsettia van maken. Dan was ik even vergeten om mijn matje te pakken. Dus die pak ik nog even. Ik heb deze piercingmat van Cardeco. Deze en mijn bolpen. Ik zal hem even ietsje zo leggen. Dit was het vellum wat ik uitgestanst had. En dit is dat glitterkarton. Dan leg ik het op de kop en dan ga ik het even een beetje. Dan ga ik overal even goed langs heen, zodat hij straks mooi opbolt als ik hem aan de goede kant heb. Ik druk er zo doorheen. En dan geef ik hem in de midden even een duwtje. En dan komt hij mooi op staan. Ja, dank jullie wel. Doe ik ook met dat vellum. Voorzichtig met het vellum. Ik ga er ook heel lichtjes overheen. Hier zit ook iets dat rood in. Komt dat rood weer iets terug. Die komt hierop. Even kijken hoor, die poinsettia, die zit hierin. In deze mal. Die heb ik allemaal één keer uitgestanst. En die gaat ook prima door glitterkarton. Dat is de mal CD904. Die is ook super leuk. Deze poinsettia die heb ik ook gewoon alleen maar uit kaartstok, maar uit dessinpapier gemaakt. Stukje kaartstok, ook dat sea blue en dan alles uit het dessinpapier. Als je een papiertje hebt dat je denkt van nou daar kan ik niet zoveel mee. Dan kun je daar ook wat leuk uitstansen. En dan wou ik deze ertussen doen. Die witte. Ik wou op mijn kaartje ijspret maken. Ik vind het wel meer een winterkaart dan een
kerstkaart. En die. En deze nog even. Dit had ik ook allemaal al even bewerkt met gesso. Ga ik die even met elkaar plakken. Eerst deze. Ja, er zit op dat vellum, bedoel je? Ja, er zit ook groen op. Ja. Dit is het velletje. Ik had hem al een reepjes gesneden voor in mijn stansmachine. Kijk, dit is het velletje vellum wat ik voor deze poinsettia's gebruikt heb. Die is open, dus ik wil nu een dichte erop hebben. Kijk ik even wat past. Verspring ik een beetje om ze neer te leggen. Even kijken, dat is een grote. Dan doe ik daar nu de kleine naartoe. Dan duw ik hem zo nog even aan met in mijn matje. En dan die kleintjes erop. Dan weer de dichte. Komt hier weer. Deze. Die komt hier weer bovenop. Een beetje verspringen. Hier. Pak ik mijn matje weer. En dan duw ik hem helemaal in. Ik doe het heel voorzichtig, maar ik duw hem wel in. Dan hou ik hem even vast. En dan deze. Dat wou ik hier. En om het rood weer wat terug te laten komen, heb ik toch voor een rode strik gekozen. En ik had nog een paar takjes uitgestanst. Ik doe ze niet helemaal groter op hoor, maar ik kijk even hoe ik dit doe. En die had ik. En dan komt er zo bovenop. Dan heb je aan de achterkant heb je iets meer rood. Als ik het zo vastplak, dan ik zal hier nog even wat in doen. Ik heb nog pareltjes. Even kijken, welke wil ik erin? Ik denk dat ik maar gewoon een witte erin doe. Deze pareltjes, dat is de Pearl 22. En dan pak ik gewoon zo'n eentje. Een beetje neutraal houden. Ja. Kijk deze. Als er op de binnenste hoekjes gepimpt wordt, niet meer. Oké. Ja, die pimp ik ook nog. Even kijken, waar is al mijn spulletjes? Even zo. Die kan even drogen. Komt hier dan op. En dan komt dat glitter komt weer terug. Even zien of mijn lijmpistool al heet is. Ik denk het haast wel. Dan doe ik hem ietsje naar beneden. Dan zit hij zo hoog. Dan wil ik dan dat blauwe strikje even opdoen. En dan plak ik deze. Ik zie hier nog een goudkleurig in zitten. Die haal ik er even af. Want ik ga toch nog ook weer daar voor die witte. Ik heb nog een witte. Ik vind het toch iets mooier dan die rode. Er
is het eventueel mogelijk om de shaker voor aan te zetten en de vierkanten achter. Dan krijg je je kaart zo. Dat kan. Ja, dat kan best. Maak je hem andersom. Ja, hij is nu zwaar, daarom valt hij om. Dan krijg je je kaart zo. Nee, je kunt hem gewoon dezelfde kant snijden hoor. Dat maakt niet uit, maar dan moet je hem even anders vouwen. Dat kan best. En dan krijg je hier je kaartjes in. Dat kan heel goed. En dan je cirkel hier bovenop. Ik denk dat dat is wat ze bedoelt. Ik zou hem niet anders snijden hoor, dat hoeft niet. Even de andere kant op draaien met vouwen. Deze komt hier. Wol hem iets op. Alsjeblieft. Ja, fijn naar je vet. Ja, de chat gaat soms zo snel, dan zie je niet alle vragen. Dat is deze. En ik had aan die kant, had ik geloof ik nog een klein dingetje. Ja. Kijk, ik had ook nog iets uit het paperpad. Dat wou ik hier eigenlijk doen. Dat plak ik even verhoogd op. En dan is die kant al klaar. En deze komt hieruit. Dat is het paperpad met de elements. Is ook super leuk. Dit zijn allemaal uitdrukketjes. Die zitten in die mooie hetjes zitten er ook in. Kijk, er zitten ook die dorpjes zitten erin, die ronde plaatjes. Deze kun je uitdrukken, maar die kunnen ook prima onder de shaker. En dit is nummer DCPP251. Die heb ik ook geplakt. Dan kan ik naar deze kant. Hier voor deze kant heb ik kerstboompjes uitgestanst. Daar is ook zo'n mooie stansmal van. Kerstboompjes met hek, met een hekje. Het hekje wil ik zo ook gebruiken. En het sneeuwmannetje wou ik gebruiken. Dit glinstert te veel. Even zo pakken. Dit zijn de kerstboompjes die ik gestanst heb. Hier heb ik ook nog kerstboompjes. Die komen naar deze kant. En het hekje wou ik voor het sneeuwmannetje zetten. En ik had hier nog een treintje die ik hiervoor wilde doen. En er komt ook nog een stukje hek voor. En dit is deze mal, dat is de CD905. Echt, je kunt zoveel leuks maken. En ook iedere keer weer verschillend. Even kijken, deze. Die ga ik voor deze sneeuwpop plakken. Ik wou het huisje even vrij houden. Deze plak ik hier. Knip ik hier een stukje af. Zo. Want ik wou het sneeuwpoppetje ervoor hebben. En dan een stukje hek. Hier. Doe niet het hele hekje. Ik knip hier gewoon een stukje af. Dit bewaar ik. En dan kan het hekje hiervoor. Hier nog sneeuw. Dat ga ik zo nog eventjes gebruiken. Ik zal eerst even de sneeuwpop plakken. Die plak ik ook weer verhoogd op. Die blokjes van vazen. Ja, je hoeft niet altijd kerst te maken. Hè? Winter is ook heel leuk. En dan komen die kerstboompjes er mooi achteruit. Het hekje komt ervoor. Ik hou hem even vast.
Nou, hij heeft daar helemaal niet zoveel meer nodig, maar ik wil toch nog even hier die poinsettia doen. Die had ik natuurlijk niet voor niks gemaakt. Ik doe even mijn lijn dicht. Oh ja, hier wou ik deze nog even zo hebben. Even kijken of dat kan. En dan zo'n sterretje erop. Ja, dat kan. Die knip ik er gewoon af. En die plak ik hier weer op. Even met een paar druppies lijm. Kunnen jullie zien wat ik doe? Kijk dat je deze hebt. Oh, ik wou hem andersom hebben. Ik moet hier even lijm aan doen. Aan die grote. Ik wou hem er zo achter hebben. Kan dat dan? Kan die dan nog dicht? Ja, dan kan die nog steeds dicht. Ja. Ik moet niet verder naar de andere kant schuiven. Nog eentje. Dan ga ik hetzelfde mee doen. Knip ik de paperclip eraf. Hier een beetje lijm op. Deze er weer op. Hier aan de voorkant een beetje en hier aan de achterkant. Ook andersom. Dat is die. En dan wou ik hier nog. Ik wou deze hier plakken. Kijken of dat lukt. Volgens mij wil dat wel. Ja. Dit is rode tulle. Heb ik een strik van gemaakt. Even recht. Ik ga hem ook even zo neerleggen. Hè? Dan is het misschien even wat makkelijker te zien voor jullie. Dan vond ik deze wel mooi. Maar ik vind zo'n takje vind ik ook wel mooi erbij. Dat ik dit er zo even op doe. Ja. Oh. Even de lijm van mijn vingers af. Doe maar een heel klein beetje lijm erop. Dan druk ik hem hier vast. Die takjes die zijn van ECD. Ze zijn wel gelinkt, maar ik weet niet of ze nog voorradig zijn. Dat is nummer 2153 Holly Greenery. En dan heb ik die besjes erop gemaakt. Dat heb ik gedaan met Nouveau Drops. Even laten drogen. Deze en dan had ik hier nog een stukje. Die plak ik hier. Dan had ik hier nog een paar takjes. De lijn zit aan mijn vinger. Die neemt alles mee. Die kant op. Ik denk dat die ook nog wel een stukje. Kun je gewoon stukjes afhalen, hè? Je hoeft niet altijd de hele tak te gebruiken, want het is best wel groot. En deze. Ik knip er even wat af. Die kan daar nog. Dan plak ik daar mijn poinsettia op. Oh ja, je kan ook. Nou ja, je kan alles erop doen. Dat is ook zo.
Ja, en dan komt hier mijn porcetta op met het vellum. Dan druk ik het in de midden vast. Ik hou hem even vast. Kijk. Het hekje laat los. Het hekje heeft er geen zin aan. Nog even een beetje lijm geven. Hier aan de achterkant. Ja hoor, je kunt alles nog versieren aan de achterkant wat je wil. Dat maakt niet uit. Dat kan allemaal. En dan had ik hier, ik had nog een paar kerstboompjes. Kijk, die waren hier al onder verdwenen. Dan moet ik even kijken of het niet too much is. Die hier. En ik had nog een hekje. Met de trein. Maar ik weet niet of dat nog wel... Ik denk niet dat dat meerwaarde heeft. Ik laat het weg. Want ik heb ook nog een... Ik wil ook nog een stempeltje maken. Er moet nog even wat op. Ik had deze nog gepakt. En ik heb hier een stukje kartstok. Deze mooie stempelset ga ik gebruiken. Hier staat het woordje ijspret. Is van de stamp 754. Die ga ik gebruiken. Ik neem hier op. En dan heb ik van Memento de inkt. De MD602. Of ik er in één keer goed op krijg. Nou, kijk. Die knip ik even met een randje uit. Dan wilde ik die hier ergens op hebben. Even een kleine randje. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan komt dan ijspret. Nog steeds de lijm aan mijn hand zitten. Dan zit ik even te zien of ik hem hier doe of daar. Ik vind hem hier ook wel mooi aan deze kant. Even zien. Ik denk dat hij wel zo door midden kan. Dan ga ik nog even spetteren. Ik had mijn spetterpen nog klaargelegd. En ik heb nog sneeuw. Hij is prettig. Dat takje is voor de volgende keer. Dit is mijn kaart. Ik wou nog even spetteren met jullie. Ja, ik geef ze ook vaak af voor deze kaarten. Je kunt ze wel versturen in een brievenbusdoosje. Dat gaat prima. En hij kan volgens mij nog steeds dicht. Ik denk dat je die even andersom moet doen met deze. Kijk, dat kan nog prima, maar inderdaad, het is wel een hele dikke. Maar je kunt ze ook afgeven, dat doe ik ook vaak. Ik moet even een heel klein stukje papier hebben. Want ik wil hier geen spetters. En op mijn shaker natuurlijk ook niet. Even zien. Ik had hem uitgestanst.
En dan leg ik die er even op. Zo. Ja, hij moet zeker in het doosje. Even een beetje spetteren. Doe het even een beetje rustig. De pancetta vind ik altijd wel mooi. De ijspret. Nee. En ik heb nog een beetje sneeuw. Als je wil, kun je ook nog pareltjes doen op het randje. Maar ik doe dat nou niet. Ik vind hem al druk genoeg. Ik heb de Snow Effect Pen van Studio Light. Even kijken of het wil. Of het er nog wel in zit. Vast wel. Een dopje. Dankjewel allemaal voor het kijken. Tot de volgende keer. Even zien hoor, of ik druk voel. Nee. Even met mijn pennetje erin. Ja, heb ik gedaan. Ja, komt jou. Kijk, daar komt hij aan. En op die boompjes nog even een beetje sneeuw. Superleuk spullen. Even kijken, nou hier hoeft het verder niet op. Op deze nog een beetje. Nou, ik laat hem zo met de sneeuw. Kunstwerk geworden. Dankjewel, Darleen. Kijk, dit is mijn kaart geworden. Ik hou hem even zo, want als ik hem neerzet, dan staat hij ook zo. Dit is mijn kaart geworden van vandaag. Ik zal hem even op de foto zetten. De live zal eerdaags ook wel op YouTube komen. Wacht dan maar even geduldig af. Dank jullie wel. Hij blijft ook hier in de groep staan. Ik heb hem bij uitgelicht gezet. Dankjewel. Dankjewel, Maria. Even vasthouden zo. Dankjewel. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Tot de volgende live. Doeg, doeg.